Yeah! Alright, even iets rustiger samen. Eventjes big up naar iedereen die hier staat. Zieke Zuiden, pervers. Alright. We zijn binnen! Yeah. Deze is voor de dames die zich constant laten beïnvloeden door van alles en nog wat. Of nee. En deze is voor de jongens die zich constant de dames laten beïnvloeden. Of nee, wacht even. Deze is voor de dames die... Nee, whatever man, fuck it. Komt-ie. Luister gewoon, ja? Alright, yeah. Discussies voer ik echt vaak goed. Vooral toen mijn moeder me laatst vroeg. Kim, wat is er toch met die wijven van tegenwoordig? Het is net alsof net de meiden nu bij het verleden horen. Kijk, het gaat niet meer om het dame zijn. En wat dame namen bij hoort, de waardigheid. Waar is de tijd dat een man een maagd verleidt? Met serenades op zijn gitaar bij maneschijn. Maar die tijd is verdwenen. Wat je nu ziet, is evolutie van de seksuele revolutie. Bij jullie begonnen bij de hippies. Stickies, de pil slikken, oftewel krikken zonder kiddies. En switch je maar dat pikkie voor een ander pikkie om te strikken voor een wippie. Toch? Dus waarom het tumult? Dit is cult. En alles wat je nu niet duldt, is jullie schuld. Maar ik heb er geen problemen mee. Luister man, ik zuip mijn lam en maak gretig gebruik ervan. Yeah, Grietje, laat maar zien dat je sexy bent. En laat ons het niet zien dat je 16 bent. Nee, geneer je niet. Je weet dat iedereen je liever zonder kleren ziet. En meer ook niet. Dus strut je push je make-up eens up. En doe op je face ook een beetje make-up. Of een beetje veel. Hier, je lipstick. Ew, dit is niks. Het liefst teken je een heel nieuw gezicht, bitch. En klik, klik met wat pics voor je hives. Hey, en kijk eens. Je hebt ook nog een MySpace. Nice. En ik zie het best. Ze willen zijn als chicks uit clips van TMF. Yo, TMF. Thanks voor de breezer sled. Nu kan ik voor een frietje met een giet naar bed. Hey.